Het Formule 1 seizoen van 2021 zit er al een tijdje op. En als je een echt grote fan was, nou, dan heb je alle 22 races gezien. En met een beetje geluk heb je misschien Spa, of Zandvoort of misschien zelfs Abu Dhabi wel bezocht. Maar wat als je ervoor had gekozen om ze allemaal te bezoeken? Dit is Racing News 365. Met vandaag antwoord op de vraag, wat zou het ongeveer kosten als je afgelopen jaar naar iedere Grand Prix was geweest? Nou, voor deze video nemen we voor het gemak even aan dat je dicht bij Amsterdam, de Schiphol, woont. Dat je op donderdag aankomt op de plek van bestemming en op maandag weer weggaat. En in deze berekening hebben we de prijzen van de vlucht, van het hotel en de daadwerkelijke ticketprijzen meegenomen. En laat ik met het slechte nieuws beginnen. Een gemiddelde Nederlander moet 8 maanden lang zijn totale inkomsten aan de kant leggen om dit te kunnen bekostigen. Maar ja, aan de andere kant ben je 66 dagen op de circuits te vinden, zit je 44 keer in het vliegtuig en slaap je in 21 verschillende hotels. En mocht je het idee hebben gehad om dit jaar alle Grand Prix's te bezoeken, dan was je sowieso al goedkoper uit dan de voorgaande jaren. Want mede door corona konden een aantal Grand Prix's niet doorgaan. Denk aan de Grand Prix van Australië, Maleisië, China, Japan. En dat zijn toch al gauw vluchten die je €600 kosten of meer. Van de 3 verschillende kostenposten gaan de overnachtingen je het meeste geld kosten. Ruim €8200 kost het je om te slapen in hotels van Bahrein tot Oostenrijk en van Amsterdam tot Jeddah. En het zal je niet verbazen, maar een van de duurste hotels vind je in Monaco. Als je goed zoekt, vind je een hotel voor €900. Misschien had je deze niet aanzien komen, maar overnachten tijdens de Grand Prix van Nederland is by far het duurste. Een gemiddeld hotel of Airbnb in Zandvoort gaat tegen de €3000. Een hotel in Amsterdam kost je dan weer €1200. En tickets voor het evenement kosten ook veel geld, want wil je 3 dagen op een circuit verblijven, zul je flink moeten sparen. Het bezoeken van 22 Grand Prix kost je ruim €6700. Vooral als je naar Bahrein, Azerbeidzjan, Qatar, Abu Dhabi, Saoedi-Arabië, Monaco en de Verenigde Staten gaat, ben je flink veel geld kwijt. De Grand Prix van de Verenigde Staten spant wel de kroon, waarbij een van de goedkoopste weekendtickets nog €900 kost. De goedkoopste Grand Prix tickets vind je relatief dicht bij huis. Een 3-daags ticket voor de Grand Prix van Hongarije kost je ongeveer €100. In Oostenrijk betaal je een tientje meer. En de laatste kostenpost, de vliegreizen, die zijn relatief gezien het goedkoopst. Voor €6300 verzeker je jezelf van 22 vluchten. En die kosten vallen lager uit dan normaal, omdat je maar naar 20 Grand Prix hoeft te vliegen. Nou, aan de ene kant Zandvoort kun je lekker met de trein doen of lekker sportief op de fiets. En Spa-België pak je gewoon met de auto. En wat ik al eerder zei, het ontbreken van de Australische Grand Prix of die van Japan, China of Maleisië zorgt er ook voor dat die kostenpost flink omlaag gaat. De duurste vluchten zijn die naar Jeddah, Mexico, Brazilië en de Verenigde Staten. Ook hier is Amerika weer het duurste met een vliegticket die je net geen €1000 kost. Voor de mensen met een kleine portemonnee is de Grand Prix van Hongarije de meest perfecte oplossing. Vlucht, verblijf en ticket kost je ongeveer €250. En mocht je dan toch nog een klein beetje meer spaargeld onder je matras hebben liggen, dan zijn de Grand Prix van Frankrijk, Turkije, Oostenrijk en Groot-Brittannië ook een prima optie. Mocht je geen zin hebben om een grote smak geld uit te geven, dan raad ik je aan om de Grand Prix van Nederland, Amerika en Monaco over te slaan. Dat zijn namelijk by far de duurste Grand Prix waar je makkelijk €1500 per weekend kwijt bent. En hiertussen zien we eigenlijk nog heel veel andere Grand Prix die een beetje schommelen tussen de €700 en €1100 voor vlucht, verblijf en tickets. Neem bijvoorbeeld de Grand Prix van Bahrein, de straten van Baku in Azerbeidzjan, Sochi, Rusland, Mexico en Brazilië. Als we dus alles op een rijtje gaan zetten, zou je ruim €22000 kwijt zijn om naar 22 Grand Prix te gaan. Vluchten kosten je €6301, hotels €6753,14 en Formule 1 tickets €6800,29. Dat komt neer op een totaalbedrag van €21683,14. Nou, natuurlijk beseffen wij ons bij Racing News ook dat als je er eenmaal bent, dat je ook nog graag even wil eten, wil drinken en misschien nog wat merchandise wil kopen. Dus reken er per weekend nog gerust een paar honderd euro extra bij op. Nou, tot zover deze video. Vond je hem tof? Vergeet dan niet te liken en even te abonneren op dit kanaal. Zo help je ons beter gevonden te worden en kunnen we nog meer toffe content maken. Ik zou zeggen, begin er vast met sparen en dan check ik je de volgende.